Al jaren is de televisie van John Staes uit Balen-Nassau aangesloten op de Belgische kabelmaatschappij Telenet. En wij hebben dus hier op Nederlands Balen-Nassau al 15 jaar Belgische tv met Nederlandse en Belgische commerciële zenders tot volle tevredenheid. Maar Telenet stopt met uitzenden. Dat moeten ze van het Nederlandse bedrijf Regenfiber, dat eigenaar is van het kabelnetwerk. Regenfiber is volop bezig met de uitbreiding van het glasvezelnetwerk in de enclavegemeente. De ouderwetse tv-kabel van Telenet wordt op 26 augustus uitgeschakeld. Regenfiber adviseert om mensen die erop aangesloten waren om een schotelantenne aan te schaffen. Ja, we waren op kosten gejaagd en er komt nog bij dat natuurlijk geen verfraaiing van het buitengebied is. Weer alle huizen en boerderijen vol met schotels hangen. Inderdaad, de oplossing die Regenfiber in eerste instantie heeft aangeboden, en daar hebben ze ook de nodige colporteurs voor op pad gestuurd om mensen daarvan te overtuigen, is schaf een schotelantenne aan. En wij vinden dat terug naar de middeleeuwen. Het CDA in Balen-Nassau is boos over de gang van zaken en eist van de betrokken bedrijven een oplossing. Wat het CDA wil is gewoon ervoor zorgen dat de knop op 26 augustus niet omgaat. Ik snap het niet. Nee, het is eigenlijk onvoorstelbaar.